Goedemorgen iedereen in Kalib. Mogen we ons even voorstellen? We zijn Ian en Hannah Spelman. Ian is een Engelse kinderarts en de medisch directeur van Kesisi Hospital. En Hannah is de oudste zus van Eleonora van Maanderen en het hoofd van de verloskamers in Kesisi. We werken hier als vrijwilligers, dit keer sinds april 2012. En vroeger van 1987 tot 1993. Kesisi is een christelijk ziekenhuis aan het hoofd van een vallei in de bergen van Zuidwest-Oeganda. Het ziekenhuis dient een arme bevolking. We zien regelmatig patiënten met ondervoeding, TB en HIV, evenals een stijgend aantal patiënten met diabetes, beroertes en andere ziektebeelden die als normaal beschouwd in Nederland. Het thema voor onze zorg in Kesisi is Care for the Vulnerable, oftewel zorg voor de zwaksten. Dat doen we naast het normale ziekenhuiswerk door de zorg voor prematuur geboren baby's, patiënten met psychiatrische ziekten en zorg voor gehandicapten, groepen die door andere ziekenhuizen in de omgeving vergeten worden. We hebben normaal al meer dan genoeg uitdagingen als een christelijk ziekenhuis. Ebola is nog steeds een probleem niet ver bij ons vandaan, net over de grens in Congo. Financieel gezien redden we het meestal net, maar nu hebben we een crisis als gevolg van de coronapandemie en het falen van ons oude röntgenapparaat. Op dit moment zijn de meeste coronagevallen in en om Kampala, dus nog niet bij ons in de buurt. We hebben geen idee hoe deze crisis zich zal ontwikkelen in onze samenleving, met de weinige medische voorzieningen die er zijn. En we bidden dat het zich niet verspreidt. Voor zover we kunnen proberen we ons voor te bereiden. We hebben één beademingsapparaat op de OK, alleen zuurstof door middel van één of twee kleine thuiszorg zuurstofconcentrators per afdeling en maar een paar patiëntenmonitors voor het hele ziekenhuis. Ook veilige mondkapjes en dergelijke zijn schaars. De 60 OK-jassen en 260 mondkapjes die we hebben, zijn zo op. We naaien nu zelf maskers en OK-jassen. We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie gebed voor ons als ziekenhuis en voor jullie gift aan Kesisi. Daardoor bemoedigen jullie ons echt en we merken dat we er niet alleen voor staan. Niet alleen doordat jullie gift ons helpt met het tekort op financieel gebied, maar vooral door jullie gebeden voor ons in de geestelijke strijd die er altijd is aan de frontlinie van Gods Koninkrijk. Mwebari Mnonga, hartelijk dank. En Mukama Mbarindi, God zegen uit Kesisi.